Ik ben hier voor een anderhalf jaar geleden komen wonen. En toen waren een paar heren aan het boelen op het pad. Aan de andere kant van het park. En toen kwam iemand op het idee dat we toch een mooie Sjoer de Boel baan hier moesten krijgen. Ja, en... Maar omdat het natuurpark aangelegd wordt hier, hebben ze ons toegezegd dat er een Sjoer de Boel baan zou komen hier. En dat is nu gerealiseerd. En we spelen dus ook in de tijd van corona gewoon door. En dat doen we met een speciale manier. We spelen met vier mensen op elke hoek één. Met het boetje die we vastleggen in het midden. Die zit dus vast aan de baan. Hij kan dus ook niet verschuiven. En zo spelen we een beetje zo'n 4 meter uit elkaar voor de veiligheid. Met het rapen van de ballen doen we dat één voor één. En dan hebben we voor de tijd afgesproken. We willen graag over de hele dag... kunnen hier mensen spelen, maar ook jeugd, jongeren die dat graag willen doen, die kunnen hier gewoon spelen, maar ook leren. Soms is er wel iemand aanwezig van de TOS. Ik moet zeggen dat de leden van de TOS ons ook weer de spelregels hebben uitgelegd met een paar mensen. En daar is Fernando Valletta ook eentje van. En Rob. En dus er is genoeg te doen hier. Hip, hip, hip. Rock, rock, rock.